Ja. Een denkbeeld. Dus dank jullie wel. En ik zou zeggen, zet hem op als het gaat om het leren kennen van de woorden. Want wat we zeggen is zo de moeite waard. En dit is een van de hele mooie woorden uit het Nederlandse taalgebied. Dus dank jullie wel. En ik hoop dat jullie heel veel denkbeelden met je mee zullen nemen en zult krijgen. En dank aan mijn goede vrienden dat dit allemaal gelukt is. Dus ik zou zeggen, vurige tongen wordt natuurlijk weer een prachtig spektakel. Oh! Wij staan denken, jongens. Maar ook denkbeelden kunnen instorten, weet je. Het zijn toch allemaal maar illusies, moet je denken. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, want ik ben gisteren nacht lag ik in bed en toen probeerde ik me dat innerlijke oog voor te stellen. Toen ben ik aan een paar mensen gaan denken om te kijken van waar dat beeld in mijn hoofd eigenlijk verschijnt. En het zit toch een beetje voorin, waar ook vanuit India de derde oog wordt gesitueerd. Dus ja, het is misschien wel een hele leuke oefening om te kijken van als je aan iemand denkt, waar in je hoofd zie je dat plaatje verschijnen. Maar ik zou zeggen, zet hem op en probeer het uit. En die weten dat het helemaal fout is. Zijn er meerdere die dat zien? Dank je wel, handen bij mijn participatie. Maar is dat de enige reden? Ja, snel, thank you. Ja, nee, dat is toch waar. Oké, dus een nieuw beeld erbij. Een denkbeeld. Dank je wel.